Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Ahead Eagles. Dag dames en heren, welkom bij het tweede persmoment van dit seizoen. Go Ahead Eagles heeft afgelopen zondag gespeeld tegen ADO Den Haag en verloor daar met 3-0 de eerste competitiewedstrijd in de Eredivisie. En komende zondag staat namelijk de eerste thuiswedstrijd op het programma hier in de eigen Adelaarshorst. Dus wij openen het hek even. En dat is wel zo leuk, want Go Ahead Eagles gaat zijn rentree dus opluisteren met een thuisduel in de Eredivisie. En te gast vandaag bij het persmoment is onder andere Joey Suk, natuurlijk ook straks Hans de Koning. Maar Joey, een echte Deventernaar, die heeft op zo'n pleintje als hier gespeeld. En we gaan even naar Joey toe. Jij moet hier wel bekend mee zijn, Joey, hè, met voetballen op pleintjes in Deventer. Ja, tuurlijk. Heb ik vaak genoeg gedaan toen ik klein was. En nu speel jij met een klein meisje, toch? Ja, klopt. Mijn dochtertje. Ga ik af en toe lekker mee voetballen. Vindt ze helemaal geweldig. Dus. Wanneer gaat zij voetballen? Geen idee, ik weet niet of ik haar voetbal zet, maar dat zullen we dan wel zien. Ze is nog jong, ze is nog anderhalf, dus zien we dan wel. Hoe heb jij de rentree in de Eredivisie beleefd hier bij Go Ahead Eagles? Ja, niet zo goed eigenlijk. Toch tegen een nederlaag aangelopen, wat minder is. Maar dat kunnen we weer rechtzetten hier, dus we moeten zondag gewoon volle bak en zorgen dat we gewoon winnen. Even nog terug naar Den Haag. Waar zag jij de problemen ontstaan? Waarom hebben jullie verloren van ADO? Ja, ik denk dat we gewoon nog met veel meer lef moeten spelen. Een beetje scheid moet je eraan hebben, zeg maar. En dat ontbrak er. Op zich, het voetballen het ging niet eens zo heel slecht. Alleen we kregen toch een penalty tegen. Ja, dat was ook minder. Maar we hebben hier en daar toch wel wat kansen gekregen om gelijk te komen. Ja, en behoorlijk ook, hè? Ja, maar dat is, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Uiteindelijk verlies je met erin wat eigenlijk niet kan en wat niet mag. Maar ja, daar moeten we maar van leren. Wat gaat er komende zondag anders dan? Ja, wat ik al zeg, met veel meer lef. En hier in het bij het thuispubliek natuurlijk gewoon volle bak gaan. We moeten er gewoon opklappen. Durf je voorspelling aan? Ja, ik weet gewoon dat we gaan winnen. We moeten gewoon winnen. Dat moet gewoon gebeuren. Dus zondag om 4:15, de eerste 3 punten voor Go Ahead. Ja, daar ga ik zeker van uit. Hey, ik wens je heel veel succes. Ja. Ik zou zeggen, neem die bal mee. Ja, dankjewel. Dribbel lekker terug, want je moet volgens mij nog lunchen, of ja, niet? Klopt. Nou, dus, eet smakelijk en veel succes zondag. Ja, dankjewel. Hans de Koning, hoe heb je de rentree van Eagles en je debuut als eredivisiecoach beleefd vorige week in Den Haag? Ja, vervelend met de nederlaag, hè, want daar ga je als coach voor, maar ook als ploeg voor. Het is allemaal wel tweeledig, want we hadden wel moekfase. Eerst 10 minuten hadden we het best lastig, maar dat weet je ook. Hè. Dan gaan ze stormen, dan gaan ze een ding doen. En dan hadden we gewoon een goaltje tegen kunnen krijgen, maar dat geluk hadden we mee. En daarna pakten we het wel aardig op. Alleen we krijgen dan toch wel een penalty tegen, wat terechter was hoor. Maar dan staan we gewoon niet goed en dat is vervelend. En daarna pakken we het redelijk op tot beter voetbal, denk ik, dan Den Haag. Met dat we toch wel een extra aantal kansen creëren. En waar we dat we zeiden van nou, als we die iets zuiverder en gretiger zijn, hadden we zeker met de rust misschien zelfs wel met 1-2 voor kunnen staan. Maar we hadden ook met 3-0 achter kunnen staan, zo simpel is dat. Ja, even dat doelpunt, hè? Want dan krijgt Hendrik Oyama eigenlijk de schuld, hè, van de leken onder ons. Maar daar ging toch wel meer mis, denk ik. Nou, we staan in de organisatie niet goed. En als dat nou goed had gestaan, dan had die vrije trap niet aangenomen. Of die had wel genomen geworden, maar dan hadden ze nooit zo recht in kunnen lopen. En dan hoeft Hendrik de heupzwaar niet in te zetten, zeg maar. Hè? Olympische gedachten houden. Maar dan is dat, kijk, uiteindelijk is het niet slim dat hij hem maakt, maar ook dus de gretigheid. Dus als we daarin goed staan, dan gebeurt het gewoon niet. En dat is een harde leerschool, maar wel een constatering die we met z'n allen neer hebben gelegd. Maar zoals de tweede goal en de derde goal, idem dito. Maar daar moeten we wel snel van leren. Want dat is wel een gegeven dat we dit niet nogmaals moeten laten passeren. Als je, wij als journalisten, supporters, die wedstrijd kijkt, dan leek het op te vallen dat
Den Haag wat meer creativiteit had op het middenveld. Zie jij dat ook zo? Dat je creativiteit tekort komt? Nou, we komen niet tekort, want we hebben gewoon hartstikke goede jongens in ons team. Alleen Duplan is natuurlijk wel een speler met heel veel creativiteit. Maar vergeet niet dat Duplan al 8 jaar in de Eredivisie speelt. Dus die hebben een heel aardig niveau. Ja, en daar profiteert Den Haag dan ook optimaal van. Hè? En Meijers hadden ze op het middenveld neergezet. Die speelde ook al een jaartje of 8 in de Eredivisie. En met Treibel, dat was een verdedigende middenvelder, een nieuwe Duitse jongen. Ja, die deed hartstikke goed voor hen gezien. Maar ik heb van ons ook aardige aanvallen via het middenveld gezien, waar we kansen mee creëerden. Dus alleen die plan is een heel ander type dan die wij hebben lopen. Dus, maar we hebben goede fases gehad. En of het dan aan de creativiteit legt, of dat het dan heel snel balverlies leiden legt. Nee, het gaat meer om de foutjes die we dan maken, waarbij de goals uitkomen, om die zo min mogelijk te maken. En dan denk ik dat we aan de goede kant komen te zitten. Beetje geslepenheid eigenlijk. Ja, maar is ook ervaring. En het is ook snel denken. Van dit gebeurt, dat is mijn taak, dan moet ik snel mee in de gang. En proberen elkaar te helpen, want dat is nog maar makkelijker. Hè? Dus een stukje coaching. Maar als je dan al druk bent met jouw eigen eilandje daar, omdat je daar je handen aan vol hebt, dan moet je eerst dat zorgen dat je het voor elkaar hebt. Dan kan je weer anderen helpen. Maar dat heeft ook weer te maken met het niveau waar we op hanteren. Of acteren, laat ik het zo zeggen. Even naar de actualiteit. Het is een publiek geheim dat Sandro Schenk in de belangstelling staat van FC Utrecht. Maar nu lijkt Utrecht Menno Koch van PSV te gaan halen. Als jij dat soort berichten leest, krijg je dan een glimlach op je gezicht? Ja, daar word ik blij van. Nee, want zo is het. Hè. Kijk, het is natuurlijk voor Sandro is het natuurlijk een mooie uitdaging. Hè. Utrecht, die moet je toch hoger op dit moment inschalen als wij. Het is een heel ander, wordt een hele andere verwachtingspatroon legt daar. Zou voor hem geweldig zijn. Ik ben blij als ze Koch halen, want dan ben ik hartstikke gelukkig. Maar dat weet hij ook, dat ik zo erover denk. Ik heb hem liever niet kwijt. En uiteindelijk gaat hij daar hartstikke goed mee om. Dus we hopen dat de deadline straks gesloten is en als hij nog lekker voor de Eagles speelt. Nog even naar zondag. Buiten de wedstrijd om. Bart Vriends neemt afscheid. Hoe kijk je daarna? Ja, mooi. Weet je, dan hebben we daar nog even een vraag naar van de voorzitter naar mij, met Adrie volgens mij. Alfred was dat. Wanneer moeten we dat doen? Nou, ik denk dat je dat niet in de rust moet doen. Dat moet je echt net vlak voor de wedstrijd doen. En dat verdient hij ook. Is gewoon geweldig. Heb je hier geloof ik 3,5 jaar gespeeld. Alles gegeven voor de club. En dan... Ja, ik weet zelf hoe het is als je de afscheid die je dan niet kan nemen van je eigen publiek. Hè, dat door middel van een blessure, dat is dan al een heel ander verhaal. Maar dat Bart hier 3,5 jaar goed gepresteerd hebt, alles ervoor gedaan hebt en dat hij dan à la Marnix scoorde, want dat was ook een mooi moment, dat hij dat mag beleven. Dus dat verdient hij ook. Dan even naar het sportieve, de wedstrijd van zondag. NEC komt op bezoek. Ga je nog wijzigingen toepassen in jouw basis elf? Nou, normaliter ben ik niet zo van het schuiven. Hè. Of het moet noodgedwongen zijn in de blessures. We hebben nog wel wat vraagtekentjes. Met zowel Duits, Lamboy, Kogel, Sandro Schenk. Hè. Dat zijn jongens die wat pijntjes kennen. En dan zal er, als ik ervan uitga, dan hoop ik dat ze het alle vier gaan halen. Maar ook dat is een beetje tegen de tijd in. Dus we moeten afwachten morgen weer. En uiteindelijk daarin, en niet als het niet noodzakelijk is. Bij wie denk je dat de kans het kleinst is dat ze niet spelen? Ja, weet je, daarom, ik ben geen dokter en fysio. Dus ze hebben vanmorgen allemaal wat gedaan, wat ze konden. Ja, morgen kijken we weer verder. Het is op dit moment 2 keer 24 uur nog. Dus dat is wel, hoe noemen ze het, de race tegen de klok. Dus we gaan het zien. Groenbas had het lastig, Oyama had het lastig. Is het denkbaar dat Lars Lamboy op de plek van Groenbas komt te spelen als hij fit is? Nee, maar dat was, ik denk de mensen die ook hier tegen El Yazira hebben gezien, dat we met Lars gestart zijn, omdat dat ook het elftal stond wat we voor ogen hadden. Ja, en dan gebeurt er onderweg wat op de training en dan moet Joey er gewoon staan. En dat heeft hij afgelopen zondag, was een harde mooie leerschool voor hem. Maar ik weet wel dat er hartstikke veel talent in zit en dat Joey zich hier weer mooi overheen kan knokken. Dus dat komt altijd wel goed. En Henrik Oyama, ga je ook niet slachtofferen, denk ik? Nee, want ik vind niet dat je na 45 minuten... En dat is altijd wel, zijn allemaal van die clichés. We wilden hem ook niet langer laten staan. Want had er totaal geen enkele grip op. Het was ook hartstikke moeilijk hoe hij bewoog op het kunstgras. Was voor hem ook een van de eerste keren. Ja, en dan moet je hem helpen. En daar help je de groep ook een beetje mee. Want zo is het wel, want het blijft het team gebeuren.
Ja, en dan moet je hem ook weer de kans geven, lijkt mij. Hoe kijk je naar NEC? Dat is voor de buitenstaander denk ik een vreemdelingenlegioen. Ja, we vallen nog wel mee, hè, want er lopen nog wel wat jongens in met Nederlandse roots. Alleen, er zijn natuurlijk wel heel veel mutaties geweest. En ik ben vorige week geweest kijken. Ja, dan moet je echt kijken wie bij wie hoort en welk nummer wat is. En uiteindelijk ga je dan kijken wat voor spelers het zijn. Ze hebben een mooi ploegje met best wel een stevig centraal duo. Ze speelden de eerste fase van de wedstrijd, de eerste helft, zeg maar, met een aanvallende 10. Dat is na rust is dan gecorrigeerd met een verdedigende 6. En uiteindelijk hebben ze voorop hebben ze 3 ontiegelijke snelle spelers. Waar ze dan toch een beetje gaan op gokken met de counter. En dan maken ze eigenlijk de 1-1 in. En Zwolle moet eigenlijk die wedstrijd gewoon met 0-3, 0-4 voor staan. Maar oké, zo is het voetbal. En we zullen ze bespelen zoals ze wat ze ons toelaten zondag. Maar we mogen ook niet in de messen lopen natuurlijk. Dat we weggecounterd worden. Maar je wilt natuurlijk ook je eigen spel wel spelen. Maar dat gaan we ook doen. En dan tegen een Duitse coach? Ja, oké. Dan moet je zorgen dat je tot laatste fluitsignaal bezig blijft. Hè? Maar zo is het ook gewoon. Maar dat is niet alleen tegen een Duitse coach. Maar het is een trainer die daar wel heel veel enthousiasme in gooit. En ik denk het ook dat het een open gast is die met die gasten communiceert, als ik het zo zie. En hij is bezig om die ploeg constant op te jagen. Hè? Want het zijn natuurlijk ook jongens die heel veel moeten wennen nog aan het Nederlandse voetbal. En vragen ook dingen doen die hij vraagt. En uiteindelijk ben ik ook een type die graag de jongens aanspoort en motiveert. Dus aan de zijkant zal het druk zijn, denk ik, zondag. Oh, dat kan ook wel gezellig worden natuurlijk. Maar kwart over 4 de eerste 3 punten maar, toch? Ja, daar tekenen we wel voor. Maar het blijft voetbal, hè? Blijf voetbal. We wensen je er wel heel veel succes bij. Dankjewel. Graag. Dit was het tweede persmoment hier op de bank in de lounge bij Go Ahead Eagles. Volgende week zijn we er natuurlijk ook weer, hè, met Hans de Koning in dezelfde hoek van de bank. Wilt u nou die wedstrijd beleven aanstaande zondag en bent u niet in het stadion, dan kunt u dat volgen via Sport Live Radio. Vanaf 2 uur zijn wij live te beluisteren vanuit de Adelaarshorst. En als u het volgende persmoment wil zien, dan moet u volgende week donderdag weer kijken naar DRTV. Want dan zijn we weer terug. Zelfde tijd, zelfde zender, vanaf dezelfde plek. Tot dan. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Ahead Eagles.